Dames en heren, Peter Heerschop is terug uit Portugal. Jongen. En wat een slecht weer is het hier. Ongelooflijk, man. Ik kwam in een hagelbui thuis, dat is ongelooflijk. Echt waar? Ja, van 40 graden kwam het op 1000 meter hoogte, sneeuwde het langs de ramen. Toen dacht ik, nou ja, dat komt door de hoogte, maar het kwam niet door de hoogte. Op Schiphol was er gewoon een hagel. Maar dacht je dan niet toen je tijd, wat doe ik hier? Nee, ik was blij om weer. Dan 3 weken is lang, hè, toch wel, om van huis te zijn. Ja, 3 weken over 1 ding praten is best wel lang. Ja. En dan hier weer terugkomen en dan een wit t-shirtje aan doen. Ik weet het niet, hoor. Ja, toch eventjes. Even die. En ik wilde eigenlijk een heel kort truitje aan doen. Zo'n naveltruitje. Een hempie. Ja, zo'n hemdje, maar ik heb jullie gespaard dit keer. Oké, nou, helemaal goed. Welkom terug. Het is hartstikke leuk om hier weer te zijn. Ja, vinden wij ook. Ja. Vertrouwd. Heel vertrouwd. Ja, en op naar Athene. Ja, op naar Athene. Is dat nog een maand? Dat is nog een maand. Jezus, meer, gaan we die laag bruin er ook nog eens overheen leggen? Het schijnt verschrikkelijk heet te zijn, hè, Athene. Ja, het wordt gewoon 40 graden. Dan moeten we iets anders bedenken, jongens. Maar we zitten toch onder het Heinekenhuis. Ja, onder de loge van Willem-Alexander. Onder Willem-Alexander zitten we. Precies. In principe, wij krijgen de koeling van de biertanks waarschijnlijk. Nou, ik heb er enorm veel zin in. Dat begrijpen jullie. Dat is jullie ook, toch? Ja, super. Ja. Oh, het is begonnen. Het loopt, hoor. Nou, eens even kijken hoe ik dat... Ik moet even licht in de opperblaadje. Ja, lieve Marianne. Maandag 5 juli. Eindelijk weer thuis na ruim 3 weken EK Portugal. 3 weken alleen maar voetbal. Ik kan geen voetbal meer zien, geen voor- of nabeschouwing meer horen. Ik ben het zat. Ik begrijp voor het eerst precies wat de meeste vrouwen al jarenlang op zondagavond om 7 uur voelen. Dat iedere opwinding uit zijn weg vloeit bij voorheen mijn lievelingsmuziek. Ik kan niet meer. Griekenland is Europees kampioen. Nou en... Een verrassing, ik kijk nergens meer van op. Een Nigeriaan wereldkampioen allround schaatsen, het kan. Een Papua Nieuw-Guineese pygmee, meest waardevolle speler van het Olympisch basketbaltoernooi. Wat mij betreft kan het. En die van de meiden met een gelukte passeerbeweging. Oké, dat kan dan niet. Maar voor de rest kan wat mij betreft alles. Kan mij niet schelen dat de Griekse fans geweldig zijn. Die zwaaien niet met een sjaaltje boven hun hoofd, maar met een inktvis die ze uiteindelijk kapot slaan tegen het dichtstbijzijnde muurtje. Ik zou zeggen, veel plezier ermee. Geef mijn portie maar aan Vicky. En dat is precies hetzelfde als 3 politiemannen uit Gooi en Vechtstreek zeiden over hun auto's. Geef mijn portie maar aan Vicky. En ja hoor, de volgende dag waren de 3 politieauto's uitgebrand. Dit keer in Nederhorst en Berg. Dat brengt het aantal afgebrande politieauto's nu op 6 binnen een maand. En wat zegt de politiewoordvoerder hierover? Wij denken aan opzet. Ja, hè? 6 binnen een maand. Op precies dezelfde manier. We denken aan opzet. Uw ruit is ingegooid met een klinker en daarna is alles van waarde meegejat. We hebben het gesignaleerd. Het onderzoek loopt nog. We denken aan opzet. Dank u wel, politie Gooi en Vechtstreek. Ik ga bijna weer terug verlangen naar voetbal. Op het popfestival Rock Werchter is iemand neergestoken omdat hij klaagde over geluidsoverlast. Ja, dat lijkt me ook niet de plek om te klagen over geluidsoverlast. Gelukkig is de man buiten levensgevaar. Op veel middelbare scholen wordt te weinig lesgegeven. Volgens de wet moet er sprake zijn van 40 lesweken, maar scholen met 35 lesweken of minder zijn beslist geen uitzondering. Tot de kerst gaat het nog, dan vallen alleen lessen uit door af en toe een studiedagje, kennismaking, boeken ophalen, rooster ophalen, plenaire vergadering, proefwerkweken, vergaderingen erover, door ziekte van collega's die aan hun 4-daagse afwezigheid wegens griepje ook nog een snippendagje plakken om bij te komen, door ADV of door per school zelf te besteden vrije dagen, maar na de kerst gaat het hard. Open dagen, stageweken, nog een proefwerkweek, Pinksteren, Hemelvaart, Pasen, Krokus, Wijnvakantie, Koninginnedag, Bevrijdingsdag, Sportdag, Schoolkamp, Mentordag, Schoolbezoek, Projectweek, visiebespreking, examenstap, nog een proefwerkweek, 2 weken rapportvergadering. Als leerling nog een paar dagen ziek, paar uurtjes spijbelen, kwart van de tijd niet opletten, kwart van de tijd zitten klooien, gemiddeld 3 keer eruit gestuurd, docenten nog een keertje ziek en tenslotte de rapportuitreiking. Kortom, als je na de kerst als alles mee zit op 2,5 effectieve lesweek uitkomt, dan heb je mazzel. Nog een wonder dat leerkrachten al na een jaar alle namen kennen. Ik ken mensen die na de maandenlange vakantie in het stedenboek moesten opzoeken waar de straat van de school ook weer was. Dinsdag 6 juli. Britse ouders mogen van het hogere huis hun kinderen blijven slaan, maar er mag niks van zichtbaar of merkbaar zijn. Geen schaafwonden, blauwe plekken of geestelijk leed, maar een beetje slaan mag wel.
Ja, een beetje slaan. Doodlopend weg natuurlijk. Een beetje slaan. Een beetje zwanger. Een beetje misbruikt. Een beetje verkracht. Dat is hoogstens een nieuwe zwartlap voor Andreasus. Je kunt je leven ook met zinvollere staken besteden dan met voetbal. Een 26-jarige Japaner Takeru Kobayashi heeft vandaag een nieuw wereldrecord hotdogs eten gevestigd. Hij werkte in 12 minuten 53,5 hotdog naar binnen. Zelf weegt Kobayashi maar 60 kilo. Hij propte dus bijna de helft van zijn lichaamsgewicht aan hotdogs naar binnen. Het schijnt dat als hij moet schijten, dat de drollen eruit komen tussen een langwerpig opengesneden wit broodje. Woensdag 7 juli, nou dan toch nog maar een keer voetbal. Advocaat stopt echt, wisten we natuurlijk al lang, maar nu is het officieel. Er wordt druk gespeculeerd over de naam van zijn opvolger. Merendeel in de politiek is na de gekozen burgemeester ook voor een gekozen bondscoach. Zul je zien dat Henk Westbroek zich beschikbaar stelt. Ik zou zeggen, is er voetbal op Pluto? De democratische presidentskandidaat John Kerry heeft John Edwards aangewezen als running mate. Kerry legde uit dat hij een aanvulling zocht op zijn tekorten. Hij beschreef zijn maatje Edwards als jeugdig, charmant, zeer geestdriftig, rap van de tongriem en iemand met een goed helder verhaal. Daaruit kunnen we begrijpen dat Kerry dus een oude, stijve, hardwerkige, botte, rechtlijnige, contactgestoorde, saaie boer is die slecht uit zijn woorden komt en als hij iets vertelt voortdurend zichzelf tegenspreekt met onbegrijpelijke wartaal. Dat klinkt niet best voor de Democraten, maar met Bush als tegenstander kom je al heel snel behoorlijk over. Donderdag 8 juli. Het kan nog altijd raarder. Een bericht in de krant. Directeur Aloui en een docente Ilona gaven naakt les op een massageschool. Onder het motto: naakt werken is lekker vrij. Ja, en naakt een leesbril verkopen ook. Of naakt een wortelkanaal behandelen. Of naakt aanwijzen waar de koffiefilters ook alweer staan. Nee, dit zat anders. Je raakt misschien wel de schaamlippen van de studenten die je behandelt, maar alleen omdat de beenspier tot in de lies loopt en in de liesholte is een knooppunt naar de body. Kortom, degene die wordt behandeld moet naakt en dat kan dat degene die behandelt dat ook best naakt moet doen. En dan kun je het best een body-to-body massage geven. En bovendien kan de lies het best van binnenuit behandeld worden. Een lekker vrij gevoel. Weet je wat ook lekker vrij is? Naakt een radioprogramma presenteren. Dan betekent even staat op opeens iets heel anders. Tegen de directeur en de docent is 240 uur dienstverlening geëist. Ik vind het weinig creatief. Ontuchtplegende judo-leraren, naakte directeuren, bodymasserende docenten en tv-klusjesmannen met losse handjes. Gisteren was het grote voor de stieren uitrennen in Pamplona. Is dat niks? Naakt met rode billen voor de horens uitrennen. Een lekker vrij gevoel. Er komt een film over de ontvoering van Heineken. André Hazes heeft aangeboden de titelsong te schrijven. Vrijdag 8 juli, tips voor de vakantie. De meeste dieren die je tegenkomt op vakantie zijn vriendelijk. Behalve nijlpaarden, die zijn altijd en overal onvriendelijk. Ze vallen je direct aan en maken meer slachtoffers dan krokodillen en leeuwen bij elkaar. Dat geldt ook voor vakantieliefdes. Iemand die na een paar uur na de kennismaking al voor je staat met een grote open stinkende bek, kun je maar beter mijden. Geen dank voor deze tip. Het is zover. De vakantie begint. Een lekker vrij gevoel. Iedereen een prima vakantie. En tot 13 augustus. Een mooi begin van het nieuwe seizoen. Want dan vliegen wij naar Athene. Yeah!